Bubbly. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar loop je nou? Bij de broodfabriek. Vertel. Het is Fantasyfest. Oké, wat houdt dat in? Ja, dat je je mag verkleden en allemaal leuke dingen zijn er dan. Oh, ja. Ja, ik weet niet. Alleen maar met verkleden. Oké. Okay. Ja. Is de carnavalsbeurs dan? Nee. Oh. Maar, ja. Fantasiebeurs? Ja. Oké. Okay. Alles erop en eraan. Je kan ze gek niet verzinnen. Okay. Allerlei soorten thema's, zwaardvechten, ja. Alles komt voorbij. Nou, we gaan het even zien. We zijn er eerder geweest. Ja, ja, we zijn er vaker geweest. Ja. Of vaker dan één keer. Juist. We lopen even naar binnen. Yes. Ja, je hebt zo'n net zo'n brein, dus je hebt geen wit plak. Het ziet echt heel raar uit. Er staat gewoon niet. Er staat niet. Ja, hier een fotomoment. Ja, dat was het. Ja. Ja, het vastje. Ja, dat weet ik hier wel, ja. Dus hier ben ik, ja, hier ben ik zo blij. Ja.
Hier zie je ook vaak dat mensen hier ook kettingen van maken. Dan maken ze daar een gaatje. Dit is ook altijd mooi. Oh ja, dat jij ook. Dat is enigszins geloofwaardig. Je hebt ook een niet geloofwaardig actie in deze. Een showgevecht is net zo goed als degene die je hit uitspeelt. Geen idee wat je mee kan met deze dobbelsteen. Ga ik deze maar op als apart zetten voor mezelf. Wat zijn er drie staan? Dat zijn er drie staan. Yes, en helemaal voor jou. Als je lekker in de vensterbank zat, dan heb je een mooie lift show. Het is hier dat allemaal van niet. Hij is allemaal mooi. Dankjewel. Tot ziens. Goed. Jij doet het gewoon zo. Ik zit de hele tijd gewoon zo. Nee, maar deze is makkelijker. Bij deze is makkelijker. Want dat zie je meteen. Ja, leuk genoeg. Ja. Dat is dan allemaal dezelfde pakken. Dat is wel heel zonde. Dat is een bepaald soort karakter waarvoor je helemaal zo doorzichtig. Deze heb ik zelf ook en ik vind het zelf ook. Maar groene, deze, maar een klein beetje goud erin. Dat is ook heel mooi. Maar ik vind alles hier heel mooi. Dat is mijn zwakte. Ik vind alles hier heel mooi. Maar goed, dit zijn allemaal dobbelstenen. Maar misschien een hele domme vraag. Wat doe je met de dobbelstenen? Rollenspellen. Dat is zeg maar, je hebt iemand die dan een verhaal vertelt. Iedereen heeft een eigen personage die je dan speelt. Ja? En dan ga je bijvoorbeeld zeggen van, wij gaan een troll bevechten. En dan ga je kijken van, kan je hem raken? En die troll die heeft een moeilijkheidsgraad van bijvoorbeeld 5. Dan moet je over naar 5 rollen. Okay. De hele simpele versie. Ja, ja. En dan kan je met al die verschillende dice hebben dan allemaal verschillende functies. En dat is dan, kan je een spel mee spelen. Dus zeg maar, dit is dan de basis dat je daarvoor nodig hebt. En eigenlijk, je vertelt dus met z'n allen op die manier een verhaal. Want ja, je weet niet of dingen gaan of niet. Nee, of het wordt erop geslaagd of niet. Ja, dan ga je natuurlijk steeds anders het verhaal doen. Maar wat is het verschil van deze soort Daar zit het allemaal een andere dat zijn de spelregels. Dus als je aanvalt is het altijd met zo'n rol los tot 24 rol. Thijs! Allemaal in de regels. Als je een verhaal vertellen, die weten meestal wat het precies. Ja, die weten allemaal in de hoe het werkt.
Ik ben het zelf uit. Dit is zeg maar een van de boeken, het is niet een van de officiële basisboeken. Maar dit is een Nederlandse versie met een hele mooie ertussen. Maar ook hoe run je je eigen spelletje en hoe doe je dat als spelleider, maar ook als speler en dat soort dingen er allemaal bij. En er staat dus ook al een heleboel informatie allemaal op. En een heleboel leuke dingetjes voor daarnaast te doen aan knutseldingetjes. Ja. Dus je hebt hier zo alle spelregels en dingen, staat er allemaal bij. En je maakt je eigen karakter waar je eigenlijk zegt van dit is Hendrik. En Hendrik is 14 jaar en die komt uit een heel klein dorpje en die is schaapsherder geweest. Maar Hendrik die wil nu op avontuur uit, want er is iets met zijn opa gebeurd en die is nu ziek en die gaat op zoek naar wat zijn opa beter kan maken. En dan kan je opeens daar een heel avontuur omheen bouwen. Volledig helemaal los ingaan in wat hij dan onderweg tegenkomt. Het is allemaal een soort van theater, een soort van improv. Het is elke keer van allebei de kanten als speler denk je elke keer van wat gaat er gebeuren. Een spelleider is ook elke keer van ja, ik weet eigenlijk niet wat er gaat gebeuren. Ik moet erop ingaan wat mijn spelers eigenlijk geven. Maar echt heel erg. Dus deze is wel leuk om mee te beginnen zo. Ik dan eventjes gaan doorkijken. Dus dat is sowieso heel handig. In Dice. Ja, en in Delft hebben we er ook een winkel. Moet ik wel even afspraak voor maken. Want ze zijn niet altijd open als een winkel. Het is gestorven. En dan kan je altijd gewoon even rondkijken. En hebben we veel meer dan wat hier staat. Ook aan Dice en andere dingen. Aan minis en aan boeken. Dit is voor jou, hoor. Hier is een boekpaardjes. Dit is een leuke game. Ik wil graag voor je twee stukjes spelen. Wat is dit? Wat is dit? Wrong. Ik heb één cd uitgebracht, dit jaar breng ik een tweede cd uit. Eerste cd heet 1, tweede cd heet. Waar is het ook daar? Nee. Dus je tweede cd heet 2? Volgend jaar. Die heet 2. Thank you.
Staan. Er staat een hele enge man. Ah, ik ga, nee, ik ga niet meer. Waar dan? Zal ik je even meelopen? Ja, laat maar even doen. Kom maar even. Waar dan? Let op, hè? Let op. Hij staat daar. Hij staat daar. Ja, hij is heel lief. Er is niks aan de hand. Hij is heel lief. Nou, succes, hè? Kijk, ik kan ook al met de hand.
gedaan? Wat ik zelf heel fijn vind is bij Sketcher. Het zijn allemaal potloods. En de meeste mensen, inclusief ik zelf ook, vinden de 6B heel fijn. Hé, hey, deze ook even geheime tips. Hè? Dat hebben we niet gebeurd, want anders is geen geheim meer. Ja. Hé, hey, nou. Hey, dankjewel. Ja, dankjewel. Dat is die mooie, waar wij er ook twee van hebben. Ja. Nou, dan wil ik hem ook. Ja, je moet draaien. Gaat het even mooi instappen. Ja, ik heb hier nog een plastic. Dan moet je contant betalen. Je kan een tikkie doen, dan kan je zelf het bedrag in. Maar ook dat je wel kunt, hè?
echt niks hier, jullie hier wat hier bij. Ja, denk je? Ja. Ik dacht eerst dat het verschil was. Je weet niet waar je moet beginnen.
niet. Nu alles een beetje gezien? Ja. Heel even naar die, waar wil je? Armbandjes. Die armbandjes. Oh, oké, okay, ja. Ja, dan moet je even terug naar voren lopen, denk ik. Ja. Oké. Okay. Weet je nog waar het is? Een gemiddelde. Ongeveer. Ongeveer, oké. Okay. Ik denk het wel. Nou. Dan lopen we even. Als we nu opeens weg zijn, dan ben nee, ik ja, niet meer. Nee, ja, dat is altijd natuurlijk. Maar dan lopen we even naar voren. Ja. Oh ja, hier zijn we. Ja. Maar die moet niet ook vallen. Dat is met alles, hè? Ja. Ja, het zijn heel veel dezelfde. Deze maat, eigenlijk. Ja, moet je even vragen of je kleiner bent. Ja. Hoe moet je dat vragen? Eigenlijk vooral deze maat, hebben jullie ook kleinere maten? Alles al heb ik van maat zit daarin. Ja. Dus het zijn verschillende maten. Maar dit... je zoekt echt deze. Nee, maar anders is het gewoon vrij groot. Dat gaat niet passen. Maar het moet me net mooi vinden. Ja. Het is triple. Er zijn wel wat kleinere bij, maar ja, het is even zoeken wat ik allemaal voor elkaar wil zetten. Dus van Appie gewoon kijken. Ja. En net treffen dat je een mooie vindt dan voor jezelf. Ik heb er zoveel. Dat zie je al. Is een bepaalde kleur. Ook niet echt, gewoon wat. Ik kan je niet staan. Ook niet echt. Ook niet. Oh. Ja, gewoon een klein armband. Nee, gewoon, dit vind ik dan niet super mooi. Het is gewoon iets moois. Hoeveel heb je? Ja, wel een paar kilo. Ik kon het dat niet. Ja, is het toevallig? Dat heb ik ook echt geweest. Was het daar bij? Was het al Ik heb meer aan het vroeger. Ik zei dat ik een paar kilo van je heb. Ja, deze gaat sowieso mee. Ik pakte deze ook gewoon. Lijkt al. Dat is mooi. Ik wil ook een chest. Ja? Tadaa! Oh! Wow. Mag ik één dingetje uitzoeken? Oh! Happy Eva! Mag gewoon even! Happy Eva!
Mag ze wel even kijken zo? Ja, ja, die pakt een stoeltje, die gaat zitten. Ja. Want die is juist aan het kijken naar haar... Nou, moeder is vooruit. Moeder is vooruit, neem ook maar wat. Kijk, zoek jij wat voor mij uit dan? Moet jij even zo. Heb je echt? Ik dacht wel, anders dan maak je het. Maak je het. Ja, dit is gewoon zo. Wat maakt het uit? Dat geeft het niet. Afijn, drie uur later. Ja, dat gaat dicht worden. Ja. Ja, wat is dit? Wow. Waar is dit? Super. Kijk eens. Ah, tjoei. Ja. Ik vind het zo leuk. Hier doe je het nog. Ja. En dan heb ik nog voor de mannen. Ja, die raad, ja, die krijg jij niet voor mij. Ik ook niet. Whatever. Kan niet meteen aan boord komen? Whatever. Ja. Ik heb ook een poffertje. Even mooi, hè? Een envelopje. Ja. Kijk. Nou, dat komt wel goed dan. Dat komt wel goed. Ja, doen we gelijk even voor. Ja. Doen we gelijk even voor. Dan moet je wel even die bril af. Ja. Hier doen we het ook een beetje voor. Ja. Ik vind het zo leuk. Oh, geweldig dit. Kijk. Ja. Ja. Is dat goed? Dat komt helemaal goed zo. Hoi. Tot de volgende keer. Jongens, dankjewel. Hè. Hoi. Wij moeten hier ergens tegenaan lopen. Poing. Hey. Ik heb er een. Hey. Ja. Dat is wel raar. Oké, ja. Die mogen die ook. Oké. Dat is van de oorbellen. Oh, dat ding is van plastic, auw. Ja, wat heb jij dan gedacht? Heb je een flapje voor jou? Ja, een flapje voor jou. Ja, kan die zo? Ja, denk het wel. Oké, okay. Nou, prima. Lopen door, poing. Ja, precies. Echt niet normaal. Ik dacht dat ik al snel was, maar... Ja. Nou, oké. Okay. Heb je middag? Mag ik je abonneren? Doe maar. Rijken, het toestaan. Ja, houd je mond. Zo, doe maar abonneren. Helemaal goed. Oké. Okay. Misschien je ja, ik denk dat dit vind je leuk. Als je er morgen ook bent. Oké.
wel schattig. Dat is een ander. Deze zijn minder eng. Deze vind ik minder leuk. Gimpy. Zonder masker. Ja. En maar net zat hij op de cruise zijn te kijken. Ja, ja. Bobby Lee. Ja. Nou, hé. Hey. Daar moeten zij trakteren, want daar heb je hun gezien. Ja, oh ja. Ja, 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 ja. Ja. Kom, wij gaan weer terug. Ja. Dat was weer even leuk. Ja. Nou, mooie armband. Ja. Dus dat is leuk. Heb hem nieuw? Nee, nog niet. En nog twee, nou ja, één en de andere heeft zon. En een Pokémon. Ja, ook. Dus, super. Ja. Loop even naar buiten. Nou, dit was Fantasyfest weer. Ik heb er echt ontzettend van genoten. En ja, we gaan nu lekker naar huis. Ik heb hele mooie armbanden erbij. En Pokémon. Volgende keer, 15, 16 oktober. Yes, dan zijn we er waarschijnlijk ook wel weer bij. maar in ieder geval, ik hoop van deze video. Ik denk wel. En dan tot de volgende video. Doei doei! Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!